Vanochtend vroeg gingen de laatste militairen aan boord van deze enorme marineschepen. Ook de broer van Cas. Het is wel spannend, want het is de eerste keer dat hij weggaat met een boot. Dus daarom is het wel spannend. Daarom komt Cas hem uitzwaaien, samen met zijn ouders. Maar u kunt hem niet zien volgens mij. Nee, we kunnen hem niet zien. We hebben net even geappt, dus hij is er zeker weten. En een belevenis. Hij gaat voor het eerst varen. De broer van Cas is een van de 800 Nederlandse militairen die op reis gaan. Ze gaan naar het noorden van Noorwegen om te oefenen. Daar ligt heel veel sneeuw en onze mariniers die trainen daar ieder jaar, dat noemen wij koudweertraining, om te kunnen oefenen en vechten onder arctische omstandigheden, dus in sneeuw en ijs. Wij gaan ze daar naartoe brengen, zodat zij die oefening daar kunnen uitvoeren. Dit keer is het onderdeel van een enorme legeroefening. In totaal doen er 90.000 militairen aan mee uit verschillende landen. De oefening die wij gaan doen is een onderdeel van een veel grotere oefening waar eigenlijk alle NAVO-landen aan gaan meedoen. De NAVO, dat woord heb je misschien vaker gehoord. De NAVO staat voor de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het is een groep van 31 landen uit Europa en Noord-Amerika. Ze werken samen en hebben afspraken gemaakt om elkaar te beschermen. En een van die afspraken is, als één land wordt aangevallen, dan komen de legers van de andere NAVO-landen meteen helpen. Want samen sta je sterk. Dat samenwerken moeten ze goed oefenen. En ze willen met de enorme legeroefening ook iets duidelijk maken. En dat is belangrijk om te laten zien dat we niet alleen met onze Nederlanders, maar met al die mensen, al die militairen van NAVO-landen laten zien, tegen boze landen zoals Rusland, kom niet aan ons, want wij zijn er klaar voor. Het heeft dus alles te maken met Rusland. Dat land begon 2 jaar terug de oorlog in Oekraïne. Landen in de buurt voelen zich door de dreiging van Rusland onveiliger. Maar hun NAVO-vrienden beschermen ze. Afgelopen jaar kwam Finland daarom ook bij de NAVO. En ook Zweden wil snel NAVO-lid worden. Met elkaar en dus ook met deze oefening laten alle landen zien aan Rusland samen sterk te zijn. Nogmaals, om met die vinger te wijzen naar Rusland van, je kan beter maar niet aan een NAVO-land komen, want dan heb je echt een probleem. Dan is het tijd om de trossen los te gooien en gaan de Nederlandse schepen en militairen op weg naar Noorwegen. En de broer van Cas, die komt gelukkig nog even doei zeggen voordat hij 1,5 maand weg is. Maso! Maso!